Districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost heeft zich in het veld georiënteerd op de naleving van de COVID-19-maatregelen. De actie van de DC dient als kick-off van de controles die dagelijks door de bestuursambtenaren zullen worden uitgevoerd op het naleven van de COVID-19-regels. De DC is vandaag in het veld omdat, zoals genoegzaam bekend in de samenleving, hebben wij te doen met een ongewone situatie op dit moment in Suriname. We hebben te doen met een COVID-pandemie. En zoals gisteren ook door de president aangegeven in zijn toespraak op televisie, is de samenleving wederom opgeroepen om voorzichtigheid te betrachten. Ik denk dat de president het liefst had gezegd dat we zo snel mogelijk zouden overgaan tot normalisatie. Helaas is dat niet het geval. De cijfers wijzen uit dat het aantal besmettingen nog steeds toeneemt en dat er nog steeds levens te betreuren zijn. En zoals de samenleving ook weet, is het heel ernstig. En de regering is gekomen dan ook met een COVID-beleid. Dat houdt in dat er een COVID-protocol is en dat wij ons allen daaraan moeten gaan houden. Wij willen natuurlijk allemaal overgaan tot een normaal leven. En dat wil de president en de regering ook. Helaas is het anders nu. De cijfers wijzen dat uit, zoals ik al zei. En wij moeten dus die COVID-maatregelen gaan naleven. En de bestuurdienst is een keten in het geheel van de regering. En wij hebben de verantwoordelijkheid naar de samenleving toe om te kijken of alle burgers in het land ook gehoorzaam zijn en zich houden aan de regels. Die regels zijn natuurlijk al genoegzaam bekend, maar het is goed dat wij van de bestuurdienst, en die instructies heb ik al reeds gegeven aan mijn mensen in het veld, in de resorten, in de buurten, in de straten, om vooral plekken te gaan controleren waarbij mensen veel bij elkaar komen. En dat zijn onder andere supermarkten, markten, maar ook plekken waar mensen eigenlijk een beetje in het geheim bij elkaar komen, de zogeheten feestjes, thuisfeestjes. Maar we zijn daar hiervoor niet. We zijn hier vandaag in deze supermarkets. Ik heb al een hoop goede dingen gezien, laat ik ook dat gelijk erbij zeggen. En deze winkelier heeft dus een aantal dingen in place. En dat is één. Wat ik heb gemerkt is dat de meeste mensen, of alle mensen hier, de bezoekers, de winkeliers, een neusmondbedekking hebben. Prima, houden zo. Voor de rest heb ik gezien dat de winkelier ook markering op de grond heeft aangebracht van social distance, dus de afstand, de veilige afstand, dat is 1,5 meter. Dat is ook weer goed gedaan. Goede dingen moet je ook vermelden natuurlijk. En wat ik wel wil opmerken, en dat is wel heel belangrijk, we hebben in Suriname een gwinti, een gewoonte dat als we naar de winkel gaan, dat we voordringen en dat we spullen op de toonbank zetten. En dat maakt dat 6 mensen in de winkel of 7 tegelijkertijd hun spullen bij de toonbank deponeren en dan te dicht bij elkaar komen om nog een keer weer die spullen neer te zetten. Dus ik zou graag zometeen met de winkelier daarover willen praten om de mensen erop te wijzen dat ze 1 voor 1 hun spullen zetten op de balie om afgerekend te worden. Dat heb ik hier geconstateerd. En voor de rest, de winkel is open. Dat is ook heel goed en heel belangrijk. Hoe meer ventilatie, hoe beter. Want met meer ventilatie heeft deze virus natuurlijk geen kans om te overleven. En last but not least, die handhygiëne. Ja, ik heb niet hier aangetroffen een gelegenheid buiten om de handen te wassen. Het zou natuurlijk veel beter zijn als dat ook was gezet voor de mensen. Maar de mensen hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. U moet lopen met uw eigen hand sanitizer. En op het moment dat u in de winkel bent geweest en u gaat uit de winkel, dat u uw handen even dan desinfecteert. Want anders neemt u met uw spullen en het geld dat u heeft aangeraakt ook deze virus mee naar huis. En dan op die manier besmet u ook uw huisgenoten en uzelf. Dus de Surinaamse samenleving zal van de districtscommissariaat, zowel Noord als Zuid, dat is een gezamenlijk optreden. We gaan gezamenlijk met alle structuren die we hebben, de RR, de DR's en de bestuurdienst, het veld intrekken om gehoor te geven aan de oproep van de regering bij monden van de president. Om erop toe te zien dat de COVID-maatregelen streng worden nageleefd. En waar het niet goed is, gaan we dan moeten optreden.
Hoe verloopt de naleving op de regels tot nu toe? Dus het is begin dat vele mensen zich nog niet de ernst van de regels tot zich nemen. Vandaar dus dat de bestuurdienst vanaf vandaag in verhoogde paraatheid is gebracht. Ik heb ze aangewezen en benoemd als COVID-brigade. En deze COVID-brigade heeft natuurlijk een tijdelijk karakter. En zolang de COVID nog actief is en het aantal actieve toeneemt, aantal besmettingen toeneemt, zullen wij dag en nacht op het veld zijn. Ook in de avonduren, want we weten dat de mensen graag na het werk nog even bij elkaar komen om te socializen, om te chillen. Dat was voor COVID natuurlijk geen probleem. Elk mens heeft recht op een stukje ontspanning, op een stukje gezelligheid met vrienden en familie. Maar helaas, lieve mensen, kijkers, op dit moment kan dat even niet. Ja, u gaat zich toch moeten inhouden. Het is lastig, het is vervelend. Gaat u na het werk gewoon rechtstreeks naar huis en ga niet met een paar vrienden nog even nazitten, borrelen, een biertje drinken. Even niet. We hebben 2 weken de instructies gehad. Ja, u weet dat komend weekend ook wij heel streng ook op het veld zullen zijn. En de DC gaat daar ook bij zijn. Ook in de nachtelijke uren. Zaterdag en zondag zullen we extra alert zijn. Maar ook vanaf vandaag kunt u al onze mensen van de bestuurdienst overal op het veld zien. Een actieve bestuurdienst? Een actieve bestuurdienst, daarvoor zijn ze ook in dienst en daarvoor zijn ze ook in functie. En ik ga ervan uit, en de belofte is gedaan, dat zij dat werk met verenigde krachten zullen oppakken. Omdat ze ook het lot van die samenleving aantrekken. Want ertussen zitten natuurlijk ook hun eigen vrienden, ook hun eigen familie. En ja, we kunnen niemand missen. We hebben iedereen nodig. En vandaar dus die samenwerking naar de bestuurdienst toe. Hoe is de samenwerking van het commissariaat en de DC dus en Korps Politie Suriname? Zoals u weet, de Korps Politie Suriname heeft natuurlijk zijn eigen taak. Maar die samenwerking is één wat prima is. We hebben al contacten gehad met de resortscommandanten. En we zullen hand in hand samen ook letten op een stukje handhaving van orde en rust. Maar bovenal veiligheid. Want nu op dit moment is het veiligheidsaspect in het geding. En wij zullen met man en macht, ook met de gewapende macht, hand in hand, zij aan zij, werken aan een stukje veiligheid in Suriname. Het is een alarmerende situatie en het behoeft een snelle aanpak. Hoe eerder, hoe beter. Ik denk dat u als DC ook wat statistieken onder ogen krijgt. Hoe zorgwekkend is COVID-19 in uw bestuurszorg? Nou kijk, die statistieken die gelden natuurlijk voor geheel Suriname. Maar het is al aangegeven op verschillende momenten dat er een aantal brandhaarden zijn. Zo zijn er plekken bekend op Noord, maar ook in Zuid-Paramaribo. En exacte cijfers daarin moet ik me nog verder gaan verdiepen. Maar het zijn voorlopige statistieken ook, want die statistieken worden ook elke dag weer bijgewerkt. Dus het is een ongoing on proces. Dus we zijn bezig met het opzetten van een database. En aan de hand daarvan zullen we kijken waar natuurlijk gebieden zijn waar de situatie dus ernstiger is dan andere gebieden. Zo zijn er ook districten in Suriname waar de incidentie minder is dan in Paramaribo bijvoorbeeld. Heel duidelijk, DC, als laatste. Wat is uw boodschap naar de samenleving toe, maar vooral de bewoners van uw bestuurszorg? Nou, de boodschap is identiek als dat van de president van onze Republiek Suriname, de heer Santokki. Het is indringend, het is duidelijk. Voorzichtigheid geboden. Iedereen, zorg goed voor uzelf op de eerste plaats. Zorg voor uw familie, voor uw gezin, voor uw vrienden. Je hebt elkaar lief, je houdt van elkaar, je hebt elkaar nodig. Het zou heel erg spijtig zijn als mensen veel te vroeg je vertrekken en ons achterlaten. We hebben ieder nodig bij de ontwikkeling van Suriname. En zolang COVID nog actief is en zolang de regering de mening toegedaan is dat er strenge maatregelen genomen moeten worden, in voordeel overigens van diezelfde samenleving, dan zullen we dat doen. En het moment dat we zien dat de situatie zich aan het verbeteren is, dan zal de regering uitkomen met een statement waarbij we misschien langzamerhand kunnen gaan naar een normale situatie, dan wel een nieuwe normaal. Want zoals u ook weet, uit beelden van het buitenland en berichten uit het buitenland, zal deze pandemie niet zo snel verdwijnen uit het beeld van Suriname, maar ook uit de rest van de wereld. Dus wij gaan als samenleving maar ook daarop moeten anticiperen om te kijken wat doet de rest van de wereld. Want die pandemie treft natuurlijk op de eerste plaats de economie. Ja?
En Suriname heeft ook te lijden als kleine economie. Dat is ons niet ontgaan. Wij vinden het ook erg dat handelaren, ondernemers gedupeerd worden. Die geluiden bereiken mij ook op het commissariaat. Kunnen wij niet in aanmerking komen voor allerlei steunmaatregelen. De regering is bezig dat te bekijken in hoeverre er middelen vrijgemaakt kunnen worden. Ik heb ook begrepen dat bij het laatste bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken dat er toezeggingen zijn gedaan vanuit Nederland. We appreciëren dat, we juichen dat enorm toe. We weten van oudsher dat Nederland natuurlijk een van onze beste bondgenoten is. En blijkt nu ook weer dat zij ons niet in de steek laten. Ze komen met gelden, ze komen met materiaal, ze komen met manpower, met kennis. Want zij waren al veel eerder geconfronteerd met deze ellendige virus. En ze zijn goed bezig dat op orde te krijgen in hun eigen land. En wij kunnen leren van elkaar. Dus ik ben blij, ja. En we kijken uit naar nog meer ondersteuning vanuit de rest van de wereld.